dan napraten in het bivak met Aert Schoones. Ja, super mooi, zwaar. Eerste stuk snel, wel heel relaxed gestuurd. Snelheden gereden die ik nog niet gereden had met een truck. En toen na 150 kilometer stukje verbinding en toen weer de zware Dyne-etappe. En dan zijn we uiteindelijk in de donkere beland, de laatste 30 kilometer. En ja, wonder boven wonder zijn we daar nog heel uitgekomen. Hoe was het in het donker over die duinen? Ja, we hadden een voorproefje gehad in de zwarte duinen. Die waren echt donker. Nou, we hadden nog een schijnsel van de maan. En gewoon met Michel samen toch gewoon uitstappen, kijken wat problemen waren die ontweken. Dus er zijn natuurlijk een heleboel mensen in de problemen gekomen. Auto's omgevallen en uiteindelijk gekeken waar andere mensen heen rijden. Dat hun licht gebruikt om te kijken hoe een duin op te rijden. Zo zijn we eruit gekomen. Leuk hè? Ja, nu is het leuk. Nou, we er zijn.